Mevrouw Pokkie heeft een persconferentie belegd. En een persconferentie voor mevrouw Pokkie. Ze zegt, meneer, een persconferentie voor een crimivisie. Maar ja, je zou eigenlijk moeten praten omdat... wanneer de VP zo hard uithaalt. Kijk, er zijn, je kan soms zeggen... Alleen soms een beetje moeilijk. Je hoeft niet op alles te reageren altijd. Maar sommige dingen, sommige beschuldigingen... De man was alleen dat je kan het niet zo blauw laten. En de VP tak abra 300.000 hectare gegeven aan Chinezen. Ik weet niet of het gaat om buitenlandse Chinezen of Surinaamse Chinezen. Maar de VP heeft zijn ding gezegd. Aman tak midden mevrouw Pokkie de rustig en aan de mermi. Wij hadden daar ook wat kritiek op. We hebben gezegd... If you have informatie over Sawasma, je doet fout tegen de wet. Begrijp je? Als je het probleem in Suriname, en volgens mij alle regeringen hebben dat, is dat Tewa minister Egwede mij geeft een soort verklaring waarvan je zeker weet van wat daar staat klopt niet. Isabi, soms gaan mensen weg. En kan de president Poerasma van wie gewoon heel traide. Maar bepaalde maar heb ik niet denk dat minister voeren dat. Als na dat die eta achtervolg zo man. De man Poerasma omdat aman voeren. Isabi. Maar kan de man Poerasma omdat de man zit aman aman hora tempo bij. Dan zegt die president. Ik heb je performance gevolgd. Maar ik denk dat ik iemand anders nodig heb om de targets te kunnen halen. Dus blijf nog minister. Ik heb afgestemd met je partij. Ik kan niet verder met jou. Omdat je bent traag en je begrijpt het niet. En je past niet binnen mijn denken en waar ik naartoe wil. Something like that. Dat man pura man. Isabi. Allemaal begin ik dat man pura man. Omdat dat man voeren. Er wordt niet hard en duidelijk en open en bloed aan ons gezegd, dames en heren, wat de reden is. Isabi. En zo is mevrouw Pokkie weggegaan, althans bedankt. Er is een verhaal toen verteld, over dingen die ze zo hebben gedaan. Nooit echt duidelijk, die president zelf hier zijn kaken stevig bij elkaar. En dat is de oeere moro. Na 2-3 jaar hebben we meer gehoord gisteren van, of eergisteren. Van de vicepresident. En mevrouw Pokkie die zegt, Mino Kalibas aan zo. Want er zullen zekere mensen zijn die het gaan geloven. Dus, ik heb je uitgelegd uit de afspraak met haar. Maar op een gegeven moment, de maf NPS, de man Taki. No, Uno Kalib Diana zo. Ze is één van ons en... aanval op Diana is een aanval op de NPS, dus wij gaan haar protecten. Dus ze zat vandaag naast Gregory Rusland en die persconferentie is belegd. En ik ga u daar een fragment van laten horen. In deze baganatorie en later dan Morosuit Sandis ook aan Taki. Maar ik wil Arki even een fragment. We beginnen, ik dacht dat dit fragment begint met Rusland, ik weet het niet, ik moet even luisteren. Laten we, ik voer u terug naar Groenjari vanmorgen. Wij reageren vaak niet op zaken die op social media verschijnen. Ik zelf persoonlijk zie dagelijks aanvallen, zaken die ik niet eens ken. Over dit heb ik en dat heb ik weet het niet eens, salarissen die ik krijg. Maar dames en heren, wanneer wij... uitspraken krijgen van niet zomaar iemand. Uitspraken van de vicepresident van de Republiek Suriname. Met betrekking tot de positie van mevrouw Pokkie, dan denken wij dat het toch wel ernstig is. En ik moet je zeggen dat mevrouw Pokkie eergisteren toen wij dat bericht kregen, gevraagd heeft om te reageren. En als Nationale Partij Suriname weet u dat we daar direct op inspelen. En u weet dat de NPS de traditie heeft
dat zij transparant bestuur voorstaat. Dat zij zeker tegen elk vorm van corruptie is. En wij zeggen dat wij als partij ervoor moeten zorgen dat wij in ieder geval onze bijdrage leveren om Suriname steeds beter te maken. Ununa libisma, ununa saranamang. Mensen maken fouten, dat kan. Maar wanneer bepaalde zaken aan de orde zijn, de NPS, ons dan nee, grappig aan het dat hij. Dus wanneer iemand op een dergelijke manier beschuldigd wordt, die toch wel prominent op dit moment bezig is met de ondersteuning van het proces om als NPS de grootste partij te worden, beschuldigd wordt van bepaalde zaken, dan moeten we als leiding, als partij, alles eraan doen om die transparantie daarin te brengen. En vandaag de dag, daarom zijn we vandaag hier, om in ieder geval mevrouw Pokkie de gelegenheid te geven om aan u haar kant van het verhaal te presenteren. En laat het duidelijk zijn, mijn mensen. Wanneer een functionaris, wanneer een vicepresident, wanneer een president, eigenlijk wanneer een burger van dit land, zaken heeft waarvan gezegd wordt van luister, die persoon heeft een probleem, er zijn corruptieve handelingen gepleegd. Eén Chinees heeft 350.000 hectare aan concessies gehad en dergelijke. Dan roepen wij de mensen op. Dan roepen wij de personen op om die zaken te deponeren bij het Openbaar Ministerie. De NPS is daar niet bang voor. Trouwens, u heeft het gezien in de NPS-geschiedenis. Hebben we zelfs ministers naar het gerecht laten gaan. Waarbij ministers hebben moeten aftreden vanwege daden die zij gepleegd zouden hebben. De NPS schroomt daar niet voor. Ik zit hier uit hoofde van transparantie. Ik zit niet hier om mezelf te verdedigen. Als zaken worden geroepen, zaken worden beweerd, wil ik die weer leggen. En om duidelijkheid wil ik ook duidelijkheid geven. Belangrijk is om vast te leggen dat de veel besproken houtconcessies zijn reeds uitgegeven tussen 2015 en 2018 in de periode van Boutersche regering. Dat wil ik dat de pers goed moet vastleggen. Ik heb de concessies niet uitgegeven. Er is sprake geweest van verlenging. En het proces van verlenging heb ik niet behandeld. Ik heb het niet doorlopen. De concessiehouder komt op grond van artikel 28 lid 1 van de wet bosbeheer het recht toe van verlenging van het concessierecht. De beschikking gaat naar GLIS voor inschrijving in het openbaar register. GLIS had op haar beurt enkele opmerking volgens de GLIS-wet artikel 18 moesten een paar zaken rechtgetrokken worden. Waren meer administratieve fouten hadden niks te maken met aanvraagprocedures. Leg dat goed vast. Het was meer een formaliteit naar mijn inziens. Hadden niets te maken met fouten waarbij de concessierechten niet uitgegeven mogen worden, maar kleine imperfecties, typefouten, bedragoverschrijvingszegelkosten. Er was sprake van kleine lettertypen vanwege administratieve redenen. Je weet, als de lettertypen klein zijn, dan is het moeilijk bij digitalisering. Ik hoor de vicepresident van Republiek Suriname praten over 300.000 hectare. Goh, het laat me lachen. Maar ja, het volk heeft recht op informatie. Dan heb ik geen enkel andere keus dan helderheid te geven. Maar ik vraag de pers en de Surinaamse bevolking om naar de vicepresident toe te stappen
en hem nader uitleg te vragen over die 300.000 hectare. Ik heb geen informaties daarover. En by the way, het is gebruikelijk. De houtwet bosbeheer, daar is het niet duidelijk hoeveel duizend of hoeveel hectare een minister mag uitgeven. We hebben echt een verouderde wetgeving, maar het is gebruikelijk dat we niet boven 50.000 gaan. Als het meer is, maar dat is ook niet bij de wet, er is geen duidelijkheid bij de wet. Ik denk dat de vicepresident misschien, heeft hij zich vergist met de telling van zijn eigen concessie. Maar zie daar werk voor de journalisten. Om te gaan onderzoeken hoeveel hectare bepaalde figuren binnen het land beschikken. Het MIGLIS ligt daar, er is een openbaar register. Elk Surinamer heeft recht om te gaan onderzoeken. En ga kijken hoeveel Corinde, Kadosu, noem maar op, Finici, familienamen die link hebben met mevrouw Pokkie. Ga kijken hoeveel concessies wij bezitten. Mijn vader is een ondernemer. Niet 10 jaar, niet 20, heel lang. Mijn opa is een ondernemer geweest. En men link het bedrijf met die politica Diana Pokki. Dat is echt te betreuren. Maar ja, Nasrana Oude, if asma no lostui, I taxa wani. Verder, ik heb al, de vicepresident praat ook over Chinezen. Mijn beleid was niet gericht op etnisch basis. Beleid is beleid en het is geldig voor elke Surinamer. Dus dat we expliciet praten over Chinezen, Hindustanen, nou, Sheng, lek Sarana Uma, naga Sarana Mang. Sorry. Conform de wet, laten we even kijken hoe ver ik ben. Over het onderzoek gesproken. De vicepresident heeft gesproken over een onderzoek. Dat onderzoek, presidentieel commissie, dat onderzoek had te maken met minister Diana Pokkie. Ik heb nooit een verslag gehad van een of ander resultaat of onderzoeksrapport. Zie daar werk voor de journalisten om te gaan kijken wat het onderzoekresultaat is. Tot op dit moment is het niet bekend. Niet bij mij en niet binnen de samenleving. Verder, als een concessie niet conform de wettelijke procedures is uitgegeven, wat weerhoudt de president om zaken die niet conform wettelijke regels zijn, goedgekeurd terug te draaien? Wat weerhoudt de president? We hebben toch vele zaken meegemaakt waar de president zegt terugdraaien. Die wet ligt daar. Wet, bosbeheer, houtwet. Niets weerhoudt de president om zaken terug te draaien. En bovendien moet het duidelijk zijn dat als het gaat om aanvragen van houtconcessie, dan worden de aanvragen worden behandeld door SBB. Ik heb niet de bevoegdheid. En als het een besluit was van de regering Santokki, dan zou ik toch iets op papier hebben gehad. Dat dus instructies hebben gekregen van de president of de vicepresident van dit zijn de gewijzigde beleidsinzichten. Vanaf dit moment, minister, yes, don't like mooi, ino mag doen next papa ministerie. Dus ino mag raadpleeg noa deskundige, temik die opdracht dat je vooruit. Laat de president en de vicepresident het schrijven welke in mijn ministerperiode is gericht naar mij met de instructies, een beleidsnota van dit zijn de instructies. Je mag niks doen, niks tekenen op het ministerie. En dat beleid moest ook duidelijk op papier zijn. Ik daag de mensen uit om te komen met het schrijven met beleidsinstructie van wie dan ook. Ik heb alles en gelukkig ook had ik mijn eigen administratie. Deze stukken
konden ze niet schuil houden voor Diana Pocky. Want vanaf het moment geruchten de ronde deed van Joanga, heb ik alles op een rijtje gezet. Dus ik heb alle bewijzen. Heeft de kier met idee, die bewijzen zijn daar. Verder. Ja, ik heb al gesproken over. Heeft de kier met idee. Tot slot. Ik heb hier de getekende beschikkingen. Getekend door Noor Salim tijdens Bouterse regering. Ik heb hier de beschikkingen. Getekend door Noor Salim tijdens Bouterse regering. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind het heel jammer dat door gegil, door onnodige politieke aanval, dat het zo ver moet komen dat we privéinformatie op zo'n manier moeten behandelen. Ik vind het erg. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid en geheimhoudingsplicht ligt daar. Dus vandaar dat de stukken ter inzage liggen voor de journalisten, ook de burgers die hier in de zaal zitten, maar ik zal ze niet meegeven. Dat hoort zo niet. Mijn beleid was gericht op alle bedrijven om ze gelijke behandeling te geven, kleine, middelgrote en grote bedrijven. Ik heb ook een MOU getekend met BHP, waar ik mogelijkheden heb gecreëerd voor ongeveer 200 houtproducenten van het binnenland. Dus mijn beleid in mijn ministerperiode had niks te maken met etnisch of een bepaalde groep. Dit was mijn beleid en het beleid vanuit de leiding of vanuit de vicepresident was mij niet duidelijk. Ik heb nooit en te nimmer een beleidsnota gehad van de vicepresident, voorzitter RVM, never, nooit. Dus zijn gewijzigde beleidsvisie of inzichten waren mij niet duidelijk. Ik heb altijd gewerkt op het ministerie met deskundigen. Juristen zitten daar bij SWB en ze hebben conform de wet en regelgeving, hebben ze de aanvragen behandeld. En toen de belanghebbenden hun beschikkingen wilden inschrijven, hebben ze daar, heeft de GLIS, heeft dan daar wat kleine fouten ontdekt. En toen moesten de beschikkingen teruggestuurd worden naar SBB. En als de beschikkingen daar gecorrigeerd waren, moest dan de huidige minister van GBB de nieuwe beschikkingen tekenen. Dus ik heb slechts op advies van Emmy Glis heb ik correcties gepleegd. Wel, Mika Tegi, en ik wil dit in het Sranan doen. Ik ben geen makkelijke vrouw, ik ben geen ja-knikker. Vanaf het begin heb ik de leden van mijn partij, die zogenaamde toppers, heb ik ze kenbaar gemaakt van het ministerie is geen partijcentrum. Als er wat is, dan gaan we het op partijcentrum bespreken. Maar het is niet de bedoeling dat anyone kan komen met stapel, terwijl we zoveel achterstand hebben. Ik heb ze zo aangetroffen. Zoveel rechtszaken waaraan we moesten werken. Dan kom je gewoon plotseling, omdat je toevallig in de regering zit en ik moet zaken die op dat moment zijn aangeboden, gelijk behandelen en afhandelen. Ik heb het kenbaar gemaakt. Dus de behaat me. Mijn werkwijze, mijn systeem. Ik ben geen ja-knikker. Niks anders. Niks anders. En als mensen ontkennen dat ze geen opdracht hebben gegeven, dat is bewijs toch? Kwestie akkooi. Ik moest zaken terugdraaien. Die man heeft op rechtmatige wijze zijn beschikking gehad. Maar omdat je topper bent, toevallig zit je op een positie. Tijdelijk ook, wat ze vergeten. Dan moet je duperen aan burger. Ik zeg, ik ga het niet doen. Ik heb het door deskundigen. Ik heb die stukken doorgestuurd naar de juridische afdeling. En ik zeg, nee, ik kan dit niet terugdraaien. U kunt meneer Akkooi bellen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb die opdracht niet uitgevoerd.
We hebben geconstateerd inderdaad dat ministers na 2010 eigenlijk secretarissen zijn geworden. Mensen die ministersfuncties invullen, maar continu instructies moeten opvolgen van de leiding van het land. En u vraagt, wat hebben wij gedaan? De NPS heeft na 2010 niet meer mogen zitten in de leiding van dit land. We roepen op aan het volk, geef ons mandaat. En we hebben al gezegd, wat de NPS betreft, gaan we naar Anjou Passie. Anjou Passie houdt onder andere in, want u kunt ook helpen dat in te vullen verder, maar houdt onder andere in dat wij moeten komen tot de definiëring van de ministeries in 2025 weer. En dan kan ik me best voorstellen dat er misschien minder ministeries zullen zijn. Dat we moeten komen tot de evaluatie van al de individuen die voor die functies gepolst zullen worden. U zult de deskundigheid in huis moeten hebben. U zult de karakteristieken moeten hebben om zo'n functie in te vullen. En wat ons betreft zal na 2025 we terug moeten gaan naar het geven van het mandaat aan individuen die verantwoordelijk zijn voor beleidsgebieden. En nogmaals moet er een beleidskader geformuleerd worden vanuit de regering in totaliteit, waaraan elke minister zich zal moeten houden. Maar wat dat betreft moet hij de ruimte, hij of zij de ruimte krijgen om zijn werk te doen. We zien een situatie vandaag de dag dat er wekelijks raadsvergaderingen worden gehouden regeringsvergaderingen worden gehouden naast raadsvergaderingen. In een beter functionerend systeem zou je een situatie moeten hebben waar je een vicepresident hebt die inderdaad zijn taken kan uitvoeren volgens de grondwet, die inderdaad kan organiseren dat de raad van ministers haar besluiten neemt. Ik kan me herinneren in de regering Venetiaan hebben wij als ministers, denk ik, ik kan het verkeerd hebben, maar hebben volgens mij 3 of 4 regeringsvergaderingen gehad in 5 jaar tijd. De huidige regering heeft elke week soms 2 regeringsvergaderingen. Dat betekent dat er iets fout is aan het systeem. Die president en die VP zitten niet op lijn. Want wat die VP heeft beslist met zijn raad van ministers moet terug gaan 's middags of een andere dag naar de president om bekeken te worden, om andere besluiten te nemen die de vicepresident zou moeten uitvoeren. We gaan niet te veel daarover uitweiden op dit moment, maar dat is een van de problemen in de afgelopen 4 jaar, 5 jaar bijna, waarmee Suriname geconfronteerd is. Het feit dat de top van het land niet in lijn is met elkaar, met alle consequenties van dien voor de ontwikkeling van dit land. Dat Amos Tjentje 2025, dat na Anjou Passie, zou wie man hielik NPS. Maar Sammy, vind niet dat de NPS man nou het takkie openlijk, en dat na je moest takkie openlijk dat, om te gaan participeren in de regering, kan dit in mijn takkie naar tien camera heren, om te gaan in die regering, was een grote fout. De man wan durft te gaan dat hij met Archie in Rusland aan mij te. De man wan durft en hij zegt, geef ons meer, hij zegt het steeds, geef ons meer munitie, dus geef ons meer zetels, zodat we nooit meer gaan in die positie, toch? Ik begrijp wat hij wil zeggen. Eigenlijk zegt Rusland, meneer Rusland, heeft je Archie, toch, aan het ontdrachten weg, je Archie. Je takkie, geef ons meer zetels, zodat nooit meer ook in zo'n situatie. Tak, met, hij bedoelt dus dat we terug onderdok in de regering. Wel, dat zeg ik. Mocht het zijn, ik hoop dat iedereen wint hoor. Ik hoop echt dat iedereen wint. Maar ik hoop dat NPS kiest 3 zetel. Of 4 zetel. Oh, wie je go in de regering? Dat je hem gaat toe in 2025 even kies 3 of 4. Samen niet denk je. Eerlijk, niet denk je. Ik denk dat je ook iets moet. Maar if, Isabi, hoor ik, we hebben altijd een lange if. Koutaki, je maakt kies 3 of 4. Dat je hem moet gaan, want dan ga je in diezelfde situatie belanden, in een underdog situatie.
Je snap je toch? Ik vind dat dit ding een van de dingen is. Moet zijn waar wij. If you abwein a seatel in om goin regering. Kan je niet zwart wit toem zien. Maar if one partij up to seatel in a next. Want im archiboos had een politiek maar het takkie. Ook al is het maar één zetel, geef ons maar één zetel. Je weet niet wat daarachter schuilt. Nou, het is eigen belang. Want de oude zetel kon de voorzitter ook eens door in DNA. Je zou weten, gaat voorzitter zitten in DNA. En als de kans zich voordoet, dan springt hij ook met die ene zetel. Heeft hij maar aksam aan naar de regering. Ik vind dat gewoon partij nog weinig zetel. Dat wat ik aan volk nog geen mandaat. Maar ja, misschien ben ik zwart, weet je.